Ja, graag een hartelijk warm welkom voor Chintana. Ze spannen het op. Ze lopen eromheen. Ze gaan eronder liggen tegen elkaar. Iemand stelt voor het gebied af te zetten. Iemand wil wel een mannetje bellen. En ze staan weer op. Ze staan en ze graven een gat. Ze rollen het af. Ze rollen het af. Ze trekken eraan wanneer het recht ligt. Knikken ze naar elkaar. Het is een grote groep, dus het duurt even. Het is een grote groep, dus het gat wordt diep. Ze overleggen. Ze beginnen een lied. Hun schouders zijn vol handen, ze vormen een breed front. En jij loopt langs, je loopt langs en je doet alsof je niets door hebt. Je loopt langs met een krant onder je arm. Ze lagen tegen elkaar aan, dat zag je. Ze vouwen het op, ze gooien het op een wagen. Ze schudden elkaars handen. Ze gaan uit elkaar. Het was een grote groep. Het duurde even voor ze uit je zicht zijn verdwenen. Ik legde een paar eieren voor de televisie. En probeerde verschillende programma's op ze uit, maar de eieren applaudisseerden niet. Ik poetste met mijn mouw de oude beeldbuis en de trui werd statisch, alles bleef aan me hangen. Ik kuste ze, streelde ze, ging op mijn blote knietjes. Nog steeds reageerden de eieren niet. Totdat de telefoon ging en een vermoeide stem aan de andere kant van de lijn niet verder kwam dan het gefluister over haar laatste hemd. Nul zakken. Toen hoorde ik ze bewegen in het stro. En zachtjes overleggen. Maar applaudisseren deden ze niet. Dit heet, ze eten zich hier maar de achterlijkheid uit. Twee dolfijnen spoelen aan in een dorp. Waar 1 op de 4 mensen verstandelijk gehandicapt is. Dewey daalt de trap af, trekt aan zijn onderbroek en maakt wilde gebaren. Ik sleep mezelf door de hoofdstraat. Mulyadi gebruikt zijn handen en zijn gezicht, zijn hele lichaam om te praten. Hij heeft genoeg kleren, maar geen broeken. Wil hij zeggen, Mulyadi lacht. Ik hang de dolfijnen op voor ik de kroeg binnenstap. De zee wiegt tussen mijn oren. Op de tast wil ik het. Taai, leer, warm kussen dat het open gaat. Sneeuw die wijdt voor mijn voedsel. Voedsel van een kat. Thank you.
snijden jonge stie ik. Mijn skonkje zit maar. En mijn hand boven de holle. Tjinnen morren van zaken zakelijk. De beste reender dier wat ik vreef. Inhaal hier de punt van de F-header van Kruin oor Kruis. Trumiteren veldje hinderlijks. Het poeder ze hier. De eerste keer daagster mis. Maar de twarke hier beet. Een glisterig Michelin mandje tilde de ritme. Als een meidje maar een mooi jasje van die, zei het ze nu slappe leerderen op het tegels. En mijn boesdoek poest er het bloed van het mandje en schikt het in het zitje op zijn rug te schouder. Op een zondagavond stond ik met mijn beentjes uit elkaar. Mijn handen boven het hoofd, tegen de muur van kledingwinkel Zaken Zakelijk. Bekend van beschadigde Levi's spijkerbroeken en leren jasjes. De zwager Steiner. Zwager Steiner zijn mensen die leren op school aapnoodmes. Deed wat ik hem vroeg. In één haal had hij de punt van de F-herder van kruin tot kruis door mijn tere huidje getrokken. Het tasje stond open. En de eerste keer tastte hij mis, maar de tweede keer had hij beet. Een glibberig Michelin mannetje tilde hij uit mij. Ze maken maar een mooi jasje van jou, zei hij tegen mijn slappe lichaam, daar op de tegels. Met zijn zakdoek poetste hij het bloed van het mannetje. Hij schikte het in het zitje op zijn rechterschouder. Is dit de 12-starige wok? Is de 12-starige? Nee, dit is de 16-starige. Dit wordt een fokkie-wokkie, een fokbok. Wel twee elementen, het is ook wel echt... Als dichter in Straveland ging ik langs bij de TBS-klinieken van de Pompenstichting. En op basis van gesprekken met TBS'ers schreef ik gedichten. En elke TBS heet X. En deze X wil graag dat mensen hem begrijpen. Op zijn 11e vond X bij zijn vader op zolder pornoblaadjes. Zijn vader was van de modeltreinen. Duur spul. En alles alleen van Merklin. Voor 400 of 600 gulden kocht die vader zomaar een locomotiefje. Als het binnen de perken bleef, vond moeder het oké. Als er in het echt een bepaalde trein langs het station van het dorp reed, was de vader van X niet te houden. Ik moet naar het station, ik moet naar het station, ik moet. X dacht op zijn 13e dat wanneer hij in een park op een bankje zichzelf naakt zou zitten aftrekken, er vanzelf een vrouw zou komen die haar hondje vast zou binden. Hij zou zeggen, ik wil je wel even helpen. Hij vond het kicken om zo gezien te worden. X
Kees wil graag vertellen over zijn probleem. Hij is er aan gewend geraakt. Hij wil de vrouw niet als object zien. Dat weet hij ook. Hij genoot van de spanning dat hij gepakt kon worden. En vond tegelijkertijd dat hij een grotere vrijheid verdiende, alsof hij de enige uitzondering was en dingen mocht doen die normale mensen niet doen. X is soms grof en hard en weinig empathisch in hoe hij over vrouwen denkt. Zo wil hij niet zijn. In dit gedicht komt mijn opa uit het graf. Dat was namelijk mijn oma woonde naast het kerkhof. En ze had al zijn spullen aan het museum gegeven als een oude gereedschap. En ze zei, ik ben altijd bang dat hij dat door het graf heen ziet. Op het kerkhof naast zijn squirrel komt hij iets in graf. Een shot zien leer en het pak dat zijn bonkenbier had. Hij vond een loge, of hier van de planken meenemen. Knap hout dat er best een nieuw piekenhok van bouwen kan. Hij vond kiel van een krobbe die zijn nuaster erin komt, bij wat reeds onder reg. Als er om ark ziekert vindt er een skaaf in een amer met olie. Lijst er een briefje met het adres van het museum dat Bert uitnodigd had. Haar hymien gloept onder de doodre. Maas, met het wetter over de oren was, dat hij gliedert in het waskantje. Wie slipt uit, zei de klok, met een lang gezicht. Draai me weer om en ik zal je bewijzen dat er nog aaien binnen van in die warme hand. Of onder die witte pet. De dwarsemers van de zaterijd werken zo aan het verstrikken, bezieken de klok norris om. Een paken schothond. Op de tafel barst het zo'n glas voor de ziederij van Beppe in stikken. De krobbe kroept zijn noos weer in. En dat was het geluid van mijn oma. Ik lag op bed en hoor ik mijn oma langs lopen. Op het kerkhof, naast zijn schuur, komt hij uit zijn graf, bekijkt zijn lichaam en het pak dat zijn botten bij elkaar houdt. Hij wil een horloge of een van de planken meenemen. Prima hout waar hij best een nieuw kippenhok van kan bouwen. Hij schrikt van een kever die zijn neus gaat uitkomen lopen met wat roods aan de rug. Als hij een gereedschap zoekt, vindt hij een schaaf in een emmer met olie. Leest hij het briefje met het adres van een museum dat oma heeft uitgenodigd. Haar aanmächtige hij glipt onder de deur door. Ochtends moet het water over haar oude borst. Dus hij glijdt in het washandje. Ze slaat uit, zegt de klok met een lang gezicht. Draai me terug en ik zal je bewijzen dat er nog eieren zijn voor in je warme handen of onder je witte pet. De duurzaamheid van ons oude raderwerk is aan het verstrijken, probeert de klok nog eens. Opa schudt nee. Op de tafel barst de zandloper die oma gebruikt voor het koken. De kever kruipt zijn neus weer in. Goed wel. Hartstikke. Goed. Hier wel voor. Ben je kwijt het? Nog een dingetje. Dankjewel. Hoi je nummer. Omhoog. Tje, Danja. En Jan Schelling. Yeah. Ja.
Kijk, het is mooi. Het geluid uit. Het publiek.